Vandaag in het Hart van Brabant nieuws. GGD voert groot gezondheidsonderzoek uit. Kilometers voor Tilburg ten Maals dit jaar virtueel gelopen. De GGD Hart voor Brabant gaat een groot gezondheidsonderzoek uitvoeren in de regio. De zorginstantie wil graag weten hoe het gesteld is met de gezondheid en de leefstijl van de Brabanders. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die naar ruim 95.000 personen zal worden opgestuurd. Zo'n onderzoek wordt eens in de 4 jaar uitgevoerd. De resultaten zullen volgens de GGD gebruikt worden voor het lokale gezondheidsbeleid en om het welzijn van de mensen te verbeteren. Ook worden de resultaten vergeleken met andere regio's. De uitkomst van het onderzoek zal ergens volgend jaar worden gepresenteerd. De Tilburgse Sinterklaasintocht gaat dit jaar niet door. Het Sint-Nicolaascomité, dat elk jaar de aankomst in de Piershaven en de intocht in de stad organiseert, kan niet garanderen dat er tijdens het evenement voldoende afstand kan worden gehouden. Voorzitter Fernand Palme, zelf voormalig longarts, laat aan Omroep Brabant weten dat de kritiek op de Tilburgse kermis heeft meegespeeld bij het nemen van dit besluit. Het comité organiseert al sinds 1901 de jaarlijkse intocht van de Goedheiligman. Het is nu voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat de intocht niet doorgaat. De organisatie denkt nog na over de mogelijkheid om een alternatieve activiteit te organiseren. De Tilburg ten Maals is dit jaar niet doorgegaan op de manier zoals we het allemaal kennen. Vanwege het coronavirus leek het de organisatie dit jaar niet verstandig om het jaarlijkse hardloopevenement in de Tilburgse binnenstad plaats te laten vinden. Gelukkig voor de fanatieke renners was er wel een alternatief. De Tilburg ten Maals Challenge. Hardlopers kunnen dan met hun favoriete hardloopapp de ten Maals volbrengen. Directeur Henk van Dormalen van de organisatie vindt het een mooi initiatief. Al mist hij wel de sfeer die het evenement met zich meebrengt. Tilburg ten Maals staat bekend als een enorme sfeer rondom het evenement. Ja, dat is er natuurlijk niet. Stel dat we het toch hadden willen doen, hadden we gewoon de vergunning niet gehad. En dan inderdaad met name niet zozeer het lopen, dat is nog wel te organiseren, maar alles eromheen. De sfeer die er hangt, het feit dat die koepelhal hiernaast, daar zitten dan 3000 mensen binnen. Bij de finish staan honderden mensen bij elkaar. Dat kan allemaal niet. Deelnemers kunnen via een app in hun eigen tijd meedoen aan de challenge. In totaal hebben zo'n 3500 mensen meegedaan aan deze alternatieve editie. Ja, het gezondheidsaspect speelt een rol. Het feit dat je toch in beweging moet blijven, ook in deze tijd, hè, dat speelt allemaal mee. Dat is de reden dat we het gedaan hebben. En dat is inderdaad met een app gebeurd. De deelnemers van deze virtuele Tilburg ten Maals kregen na deelname ook een virtuele medaille. Een echte medaille kan ook besteld worden, al zijn er dit jaar wel een stuk minder beschikbaar. En dat is nou uiteraard een hele unieke medaille, want normaal hebben we er 12.000... voor het evenement. En nu zijn het er 600. De organisatie van de Tilburg ten Maals vindt het zelf natuurlijk ook jammer dat de wedstrijd nu niet door kan gaan. Maar helaas zit er dit jaar volgens Henk van Dormalen niets anders op. Ja, ik hou liever de echte editie, dat is duidelijk. En ik zit te wachten op die enorme sfeer die er in de stad is. En natuurlijk de top, hè, dat kan ook niet. We hebben ook geen topprestaties dit jaar. Afgelopen vrijdag werd in de Lokhal in Tilburg het nieuwe mediaseizoen van Omroep Tilburg gepresenteerd. Tijdens de presentatie kwamen niet alleen bestaande en nieuwe programma's voorbij, maar werden er ook nieuwe samenwerkingen bekendgemaakt. Zoals bijvoorbeeld met Bibliotheek Lokhal. Ik vind het fantastisch dat we intensiever gaan samenwerken met Omroep Tilburg. En deze locatie is dus eigenlijk... In een heleboel locaties in één. Want je hebt natuurlijk het woordlab, je hebt hier de jeugdbibliotheek, je hebt alle andere labs, de kennismakerij, je hebt dit fantastische trappenlandschap en je hebt de stadscafé. Dus je hebt allerlei plekken waar je heel veel verschillende programma's kunt opnemen. Dus als je verhalen wil ophalen van de Tilburgs, dan kun je het beste in de huiskamer van de stad zijn. En dat is hier in de Lokhal. Enkele vertrouwde programma's, zoals het nieuws, cultuur, muziekprogramma's en de reality soap rondom de Tilburgse zanger Benno van Vught, blijven ook komend seizoen voorbij komen. Maar er is meer. Zo wordt er dit seizoen ook een nieuw muziekprogramma met Simon Keats gemaakt. Maar ik vind muziek natuurlijk leuk en ik vind het leuk om goede artiesten te ontmoeten. En dat leek mij een ideale combinatie om in de show te gieten eigenlijk. Ja. Ze bouwt programma's voor jong en oud en dat denk ik wel dat het alles spreekt. Behalve het partnerschap met Bibliotheek Lokhal zijn er nog meer samenwerkingen die de komende tijd worden uitgebouwd.
Omroep Tilburg gaat namelijk ook samenwerken met IMC Weekendschool, een organisatie die aanvullend onderwijs verzorgt en jongeren kennis laat maken met verschillende beroepen, bijvoorbeeld mediamaker of journalist. Gaan de leerlingen in groep 7 tot met de eerste schooljaar, die gaan dan elke zondag naar de Tilburgse Universiteit. En daar leren ze dan een heel schooljaar bepaalde beroepen uit. En ons samenwerken met Omroep Tilburg is eigenlijk dat de oude leerlingen, dus na die 3 jaar, mogen ze dan als ze willen tierenkort zijn voor Omroep Tilburg. En dan gaan ze eigenlijk in de wijk en in Tilburg filmen voor Omroep Tilburg. Het helpt sowieso voor de leerlingen zelf, voor de oud-leerlingen, omdat zij natuurlijk leren om hun mening te geven, mening naar andere mensen daarnaartoe te luisteren en vooral een zelfontwikkeling. En Omroep Tilburg past daar gewoon hartstikke goed bij.